Hallo, ik ga je laten zien hoe jij als Blue Monkey jouw game op de website zet, op je lokale computer zet en het start. Nou, eerst moeten we wel de website vinden. Dus ik ga altijd naar Jog Dojo, want dat kan ik makkelijk onthouden, die onderzoeks Groningen, Dojo. En dan ga ik eerst op zoek naar jullie groep. De Blue Monkeys, die zitten in de Nanos. En dan klik ik erop. Ik klik op de rechterlink, die vind ik, dat gaat sneller. Dan kom ik op de website van deze cursus. Hier zien we de Teams Red Cobra. Daar, de Blue Monkeys. Daar klik ik op. Dit is de website van de Blue Monkeys. En de code staat er al. Dus die kan ik gewoon downloaden. En dat doe ik met Git. Nou, hier rechts staat clone or download. En deze URL, die heb je nodig. Dus ik selecteer hem. En ik kopieer hem naar het clipboard. Het klembord. Daarmee kan ik dingen naar onthoud de computer die URL. En als ik nou git bash start, dan kan ik met rechtermuisknop kan ik dat plakken. Nou, alleen die URL, dat werkt niet. Je moet wel git clone ervoor zetten. Met git clone, dan gaat git, maakt een folder aan, download de code en zet de code erin. Nou, dan gaan we dat starten in processing. Nou, ik heb processing al open staan. En dan doe ik dus bestand, openen. Het zit in de folder genaamd gebruikers of users. Dus ik ga naar deze PC toe. Dit is niet wat ik zoek. Dan moet ik een folder omhoog. Kijk, en daar zit ik op John Doe, dat ben ik. Ik ga in John Doe. Dan zie ik heel veel dingen. Nou, jullie heten, de website heet nog Picos 2019, daar dubbelklik ik op. Daar zie ik de naam van jullie programma, die open ik. Dan klik ik op Run en wij zien de code. Nou, dat duurt wel even voordat hij de rest van mijn computer is een beetje traag. Maar op deze manier dus kun jij als Blue Monkey de code runnen. Nou, ik hoop dat dat heel duidelijk was en dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Kijk nog even de code kijken natuurlijk. Windows wil even zeker weten of het wel goed is wat we doen. En inderdaad, daar is de code. Mooi, fijne dag nog. En succes dit na te doen. Houdoe.